Velens. Dus we gaan kort zeggen wat Velens doen, wat dat Velan trunks zijn en hoe dat je de dynamisch kan instellen. Een overzichtje, Velens, in principe, je kunt zeggen van ik koop voor elke afdeling dat ik heb aparte switchen en die verbind ik met elkaar. Zo kan ik zeker zijn, we hebben bijvoorbeeld mensen die daar in de administratie zitten of in de sales zitten of in HR zitten, dat die allemaal in een apart netwerk zitten. Wat is het voordeel nu van Velens? Je koopt gewoon switches en je kan die eigenlijk onderling opdelen. Je hoeft geen aparte switch te hebben per afdeling dat je eigenlijk hebt. En dat maakt dat heel dynamisch, dat je dat kan instellen, dat je afdeling kan verbinden, bijvoorbeeld over verdiepingen heen. Hè. Als er op verschillende verdiepingen verschillende afdelingen zijn, kan je die switches eigenlijk in stukjes kappen, zeg maar, en dat eigenlijk zo instellen, zeg maar. Hè. Een ander ding dat dat doet, is dat broadcast domein kleiner maakt. Hè. Dus de broadcast, het is echt alsof dat je aparte switches hebt. Hè. Dus de sales broadcast is in het sales stukje. De HR-broadcast binnen dat stukje. En zo blijven die allemaal binnen hun eigen stukje eigenlijk van de VLAN. Binnen één VLAN kan je altijd met elkaar converseren. De enige manier om uit die VLAN's te geraken, of verder te geraken dan een VLAN, dus uit je netwerk te geraken, dat is via een router. Dat is de enige dat die dingen met elkaar kan doorverbinden, zeg maar, hè. Default staat er altijd een VLAN op. Hè. Als je een switch koopt, staat daar VLAN 1 op. Dat is sowieso de default VLAN. Hè. Daar steken alle poorten hierin, zoals je kan zien. Dat is ook de native VLAN. De native VLAN dat is eigenlijk gemaakt voor te verbinden met andere switches die een andere taal spreken. Bijvoorbeeld, je gaat HP-switches in je netwerk steken. Dan kun je dat zo instellen dat default die in dat bepaald native VLAN vallen. Hè? Die daar niet getagd kunnen worden, is dat eigenlijk. Hè? En dan een management VLAN, dat is voor je switches in te stellen. Hè? Dat gaan we ook liefst in een apart netwerk zetten als mensen je switch willen beheren van op afstand. Hè? Daar een IP willen opzetten en met de IP verbinden. Dan gaat die in een aparte management VLAN gaan zitten. Dus dat zijn eigenlijk de soorten dat er zoals zijn. De data VLAN, dat is voor gewoon computers die dat nodig hebben, uw poorten nodig hebben om te gaan surfen, zeg maar. Hè. En dan heb je een native VLAN. Een native VLAN, dat stel je in op trunks. Trunks, dat zijn verbindingen tussen VLAN's. Daar komen we zelfs nog terug. Hoe werkt eigenlijk een VLAN? Die gaat je eigenlijk instellen met een tag op uw pakket. Hè. Er komen een aantal bytes bij, waardoor dat je zegt van, dit hoort bij dit verkeer, hè, dit pakketje hoort bij dit bepaald VLAN. Hè. Dus een native VLAN ga je gebruiken voor andere vendors waar je mee verbindt die een tag eigenlijk niet kunnen zetten. En dan de laatste, de management VLAN voor Telnet of SSH-verkeer waarmee dat je je switches kunt gaan instellen. Hè. Speciaal ook nog is de voice VLAN, hè, omdat we switches ook kunnen gebruiken voor voice over IP telefoons, dan kan je dat ook zo aangeven aan die switch. Waarom ga je dat aangeven bij voice? Bij voice is het belangrijk dat die pakketjes doorkomen op tijd. Hè. Die krijgen eigenlijk voorrang. Hè. Dat zijn eigenlijk real-time pakketjes. Dus dat betekent, hè, want als ik nu aan het spreken ben en er vallen te veel pakketjes van mij weg, dan kan je mij eigenlijk niet meer verstaan. Dus die hebben altijd voorrang, dat verkeer. Hè. Dus dat noemen ze ook wel een quality of service dat je ergens gaat opzetten. Hè. Met een quality of service kunnen zeggen, dat is belangrijk verkeer eigenlijk dat je gaat instellen. Hè. Veel aan trunks, hè. Als je zo'n netwerk hebt waar er dan verschillende switches staan. En die hebben allemaal verschillende VLAN's. Hè. Hier bijvoorbeeld VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Aan de andere kant ook VLAN 10, 20, 30. Dan wil je dat die switches dat doorgeven aan elkaar, die VLAN's. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen, maar ik ga een poort pakken per VLAN. Zoals dat je vroeger eigenlijk switches doorkoppelde, kan je zeggen van, het is hier een 10, ja, koppel ik door naar een 10 hier. 20, koppel ik door naar een 20 hier. 30, naar een 30 hier, hè. Hier ook hetzelfde, doorkoppelen elke keer per VLAN, een 10, een 20, 30, een bepaalde poorten doorkoppelen. Je ziet in die oplossing dat eigenlijk heel veel poorten zijn dat je gaat doen. Hè. Dus je kunt eigenlijk al deze dingen gewoon door één poort doen. Hè. Dat is een trunk eigenlijk. Met die trunk kunnen zeggen, over die ene poort loopt eigenlijk alle verkeer, zeg maar. Hè. En dat is
hoe dat je dat gaat instellen. Hè? Dus in een simpele view, je hebt er hier twee dan, een 10 en een 20, die gaan over één poort eigenlijk, gaan die door over een switch, ook weer over één poort stuurt je die, en dat zijn trunk ports. En dan ga je zeggen, die VLAN's mogen door die ene poort allemaal, die communicatie mag daar doorlopen. Hè? Hoe werkt nu VLAN's? Dat is eigenlijk gewoon een tag, hè? Dat is gewoon een 802.1Q header, dat is 4 bytes dat er wordt geplakt op een pakket, hè? Als je dat erbij plakt op een frame, hè, dan gaat dat eigenlijk dat moeten herberekenen, een checksum ervan. Hè. Dus dat gaat dat moeten opnieuw bekijken. Je kiest een native VLAN eigenlijk altijd tussen twee devices. Dat is het belangrijkste. Hè. Je moet dat kiezen. En die moet hetzelfde zijn aan twee kanten als je wilt dat dat verkeer doorkomt. Dat is het belangrijkste bij een native VLAN. Hè. Hoe configureer je dat nu? Hè? Normaal gezien, hè, dus alle informatie van een VLAN, dat wordt gestockeerd in een filetje. Dat heet VLAN.dat, staat meestal op je flash. Hè. En daar staat alle informatie van die poort zit in die VLAN, die poort zit in die VLAN. Hè. En je plakt er ook meestal een naam op. Hè. Dus hoe configureer je dat? Config terminal, VLAN 20, en je noemt die bijvoorbeeld student. Hè. En dat is het eigenlijk alles voor de VLAN aan te maken, zeg maar. Hè. Als je dan één poort in je VLAN wilt zetten, hoe ga je dat dan doen? Dan gaat het naar een bepaalde interface, bijvoorbeeld 18e poort hier. En je zegt, dat is mode access. Mode access, dat betekent, dat is een PC. Hè? En die zit in VLAN 20. Hè? Heb ik die hierbij gezet. Vanaf, poef, hè? Vanaf dan steekt die poort eigenlijk in die bepaalde VLAN, zeg maar. Hè? Zo kan je ook ranges gaan configureren. Hè? Want je niet elke poort apart normaal configureren. Hier een voorbeeldje waar ze dat eigenlijk doen. Hè? Die is in VLAN 20. Ze noemen die student. Ze geven die een nummer en ze noemen die ook voice. Hè. Hier, omdat ze eigenlijk zowel data als voice over die poort willen sturen, hè, dus ze willen dat ook als IP-telefonie gebruiken. Dus diezelfde poort 18, ik zet die op access, want er hangt een PC ook aan. Hè. Ik zeg dat is access bij VLAN 20. En dan dit ding van quality of service ga erop zetten. Het enige wat je daarvan moet onthouden is, eigenlijk ga je dan een onderscheid maken tussen pakketten bij quality of service. Dan ga je zeggen, dit zijn belangrijke pakketten. Hè. Deze pakketten van voice, dat is veel belangrijker, dat is real time. Dat betekent dat dat voorrang moet krijgen. Als mijn telefoongesprek ineens weg zou vallen, dat is veel ambetanter. Hè. Vandaar dat je dat eigenlijk moet instellen voor een voice systeem. Dat is het enige eigenlijk wat je nu van voice moet onthouden, want dat is nu niet, hè, dat is een beetje buiten de cursus, hoe dat je voice systemen gaat instellen. Heel dikwijls in bedrijven gaan zien dat voice eigenlijk gewoon aparte switches gaan zijn. Hè? Zodat je dat probleem al niet hebt dat er een voorrang moet gegeven worden aan pakketten, maar dat je echt al op aparte switches je telefonie eigenlijk gaat uitwerken. Dan kan je zeggen van welke poorten daarbij bij een bepaalde VLAN gaan horen. Hè? En dan kan je dat ook gaan bekijken. Hè? Dus bijvoorbeeld de switchport access VLAN en een nummer gaat zeggen van die poorten horen bij de die. En dan kun je bij no, kun je dat daar eigenlijk afhalen en dat gaan bekijken. Hè. Hoe ga je alles verwijderen? Hè? Als je zo een switch hebt en iemand anders heeft er van alle VLAN's op ingesteld. Heel ambetant, hè, want de VLAN is eigenlijk je switch in stukjes kappen. Je kunt met no VLAN en mijn nummerke kunnen zeggen, doet die nummers eens weg. Of je kunt ook, en dat is eigenlijk het gemakkelijkste om alles op te kuisen, een delete VLAN.dat doen. Je gooit er gewoon alles af en dan een reload. Vanaf dan gaat je VLAN's weggooien, herladen en dan gaat de switch eigenlijk gewoon blanco zijn. En dan kun je opnieuw beginnen aan je instellingen. De trunks dan. Trunks betekent dat je over één lijn eigenlijk verschillende VLAN's gaat doen. Ik heb hier bijvoorbeeld 3 VLAN's, een 10, een 20 en een 30. Ik wil die allemaal over één trunk doorsturen, want ik heb nog ergens op een ander verdiep diezelfde VLAN's zitten. Ik wil die doorkoppelen. Dus dat stelde uw poort in niet als access. Access betekent dus een computer op. Trunk betekent, er hangt eigenlijk een andere switch aan de andere kant. Hè? Dus je stelt die in als trunk. Je zegt hier bijvoorbeeld native VLAN 99, betekent, je geeft het verkeer door. Als er een ander merk zou zijn, is dat gewoon de 99. Hè? De 99 is nu met een management ook. Hè? Dus je moet iets kiezen, dat moet ook kloppen op beide switchen. Hè? Dat moet matchen, zeg maar. Hè? En dan kun je eigenlijk ook zeggen, dat is optioneel, kun je zeggen welke dat toegelaten worden. Ik allowed VLAN's 10, 20, 30, hè? Dat gaan dat allemaal zeggen van wat mag er door die link eigenlijk doorgestuurd worden. Hè? Doe er dan niet, dan is eigenlijk alles toegelaten. Hè? Dat is eigenlijk het alternatief, zeg maar.
Oké, dan kun je dat nakijken. Hè. Dus ga naar een interface. Hè. Dan kun je echt gaan bekijken met dat showcommando. Kun je zien ah, op welke VLAN zit dat. Hè. Is dat bedoeld enkel is dat van een trunk? Hè? Of is dat een access VLAN? Hè? Dat is eigenlijk dat je bepaalt bij een switch. Hangt er aan die poort een PC? Of hangt er aan die poort een andere switch? Hè? Dat ga je met een trunk eigenlijk vooral doen. Hè? Als je dan bekijkt, hey, bijvoorbeeld als een switch opstart, dan gaat dat een tijd oranje blijven, dat lichtje. Dat komt puur omdat je gaat uitmaken van, oei, zit daar nu aan de andere kant een switch of zit er aan de andere kant gewoon een PC. Hè? Als je dat nu zo instelt, gaat dat sneller gaan. Hè? Als je zegt van, ah, dit is een trunkpoort, dit is een accesspoort, dan gaat dat veel sneller gaan om je communicatie te gaan doen. Hè? Mode access is dan een default state, dan hangt er eigenlijk een PC op. Hè. En je kunt dat ook dynamisch instellen. Eigenlijk dus, dat is eigenlijk een beetje bij Cisco dan, het ingebouwde protocol, waar dat die eigenlijk gaat kijken wat hangt er nu aan de andere kant. Hè. Hangt er nu een switch, moet ik een trunk zijn of hangt er nu een PC op? Hè. Dus hier bijvoorbeeld bij een switchport mode trunk ga ik instellen. No negotiate betekent dat die niet gaat. Zien of niet gaan proberen om ook een PC te gaan zoeken. Hè. En dan kun je ook een dynamische feature instellen. Hè. Er zijn verschillende opties op. Hè. Dus één, je kunt zeggen access betekent bij een switch, ah ja, daar hangt een PC aan. Hè. Dynamic auto betekent dat hij eigenlijk gewoon gaat kijken aan de andere kant. Dat hij eigenlijk ervan uitgaat, oh ja, als daar een switch hangt, hè, dan word ik eigenlijk een trunk. Hè. Dus dat is oké. Okay, of je kunt ook gaan zien. Oké, als er een trunk is, dan kan ik ook nog gaan zien of dat ik trunk overschakel of niet. Hè. Ik wil wel proberen een trunk te zijn, maar als het niet is, dan is het niet zo erg. Hè. Een trunk dan zelf betekent dat hij heel een tijd gaat direct zeggen, er hangt een switch aan. Hè. Dat zijn eigenlijk de mogelijkheden dat je hebt bij zo'n configuratie.